Marianne Flore, bekend van het programma BNB Vol Liefde, heeft besloten om haar leven in Portugal op te geven en weer in Nederland te gaan wonen. Ze voelde zich te eenzaam in haar grote villa in Budens, waar het nu zo'n 17 graden is. Ze heeft haar huis in Den Bosch, waar ze vandaan komt, weer betrokken. Ze vertelt aan de Telegraaf dat ze zich daar veel meer thuis voelt. Den Bosch heeft zijn charme. Mijn terugkeer naar Nederland heeft mijn leven opnieuw veranderd. De laatste maanden heb ik ontdekt dat ik hier nu wel op mijn plek ben, zegt ze. Marianne is klaar met Portugal en doet alles van de hand. Het was een drastisch besluit, maar het is goed. Ik ga de hele boel daar verkopen, ook mijn makelaarskantoor. We doen het nog steeds enorm goed in de regio, maar door problemen met een personeelslid heb ik er geen zin meer in. Ik ben nu ook op een leeftijd dat het genoeg is geweest. Marianne geniet nu van haar leven in Den Bosch. Ze heeft een zwembad in de tuin, een kelder waar ze mooie feesten kan geven en genoeg ruimte voor vrienden om te logeren. Ze vindt het heerlijk om weer onder de mensen te zijn. Ze heeft zelfs de borrel-app, waar ze met haar bekenden kan afspreken om wat te drinken in de stad. Ze verveelt zich geen moment meer. Ik ga de deur uit en sta midden in het centrum. Daar kom ik mensen tegen en ik heb er veel vrienden. Dat is heel anders dan in Portugal. Daar zit ik alleen op die berg. Ik bedoel dat niet oneerbiedig... De villa daar is geweldig. Als je M vult met mensen, is het leuk, maar het is erg eenzaam als je er alleen woont. Er waren momenten waarop ik dacht: is dit het wel?